Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u allen en in het bijzonder de gasten hartelijk welkom heten in de dienst van vandaag. Barbara de Beaufort gaat voor en Kees Tekete bespeelt het orgel. Tijdens de dienst van de gaven is de eerste rondgang bestemd voor Stichting Koopvaardij Pastoraat Groningen. Daarover kunt u lezen in de liturgie en daarin staat ook waarvoor de andere giften bestemd zijn. Aanstaande zondag, 19 februari, gaat Anja Diesemer voor en is Kees Tekete wederom organist. Dan wil ik even uw aandacht voor weer een kaart. Die ligt op de tafel in het koor. Deze kaart is bestemd voor Rita Hoogstraten en gaat met een hartelijke groet van ons allen daar naartoe. Zij is geopereerd aan haar heup en daar willen we haar even veel beterschap voor wensen. En wie wil, die kan allemaal de naam erin schrijven. Straks na de dienst is er koffie en thee op het koor waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd. Dadelijk is er gelegenheid voor stil gebed, waarna we de liturgie zullen volgen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Gemeente, onze hulp is in de naam van God, die heeft gezegd, liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan alle offers die een mens kan brengen. Laten we bidden. Voor alles wat ons gegeven is, voor het leven zelf, voor de ruimte waarover wij zongen en de vrijheid, voor de genegenheid die ons toevalt, voor de nieuwe dag. Ach, de lijst is eindeloos. Voor al die dingen voelen wij ons dankbaar. Zouden wij iets willen terugdoen? Want wij zijn ervan doordrongen dat niets vanzelfsprekend is. En alles tijdelijk en kwetsbaar. Niet alleen om te vragen wenden wij ons tot u. Ook om te leren geven van onze aandacht en toewijding. Aan wie u ons als medemensen hebt geschonken. Aan de aarde die ons draagt. En aan het overpeinzen van wat heet uw woord. Wat wil het ons toch zeggen? Dat is vandaag niet zo eenvoudig te verstaan. Daarom bidden wij, help ons luisteren. Scherp ons kritische vermogen. Geef ons een heldere intuïtie. En behoed ons vertrouwen. Amen.
U hebt het vast inmiddels gelezen of begrepen. Vandaag is onze zoveelste dienst in de serie over oude woorden en hun geheim. En het oude woord van vandaag is offer. Daarom gaan we natuurlijk het verhaal lezen van het offer dat Abraham meent te moeten brengen aan God. Het offer van zijn zoon Isaac. Het is zo'n bekend verhaal dat het misschien zijn impact al een beetje verloren is op ons. Daarom wil ik vertellen waarom ik gisteren weer aan dit verhaal moest denken. Just en ik waren in het museum in Drenthe, het Drents Museum. En daar hebben wij gezien het meisje van Ide. Ja, u heeft het allemaal vast al wel eens gezien. Dat is toch een onbeschrijfelijke aanblik. En als je dat ziet, dat arme kind, die verschrompelde voetjes onder dat dekentje wat ze dan om had, dan besef je weer wat een kindoffer eigenlijk is. Met dat in gedachten wil ik de eerste schriftlezing lezen, het verhaal uit Genesis 22. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren, op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel? Ik zelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac. Wat wil je me zeggen, mijn jongen, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen.
want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Beersheba en daar bleef Abraham wonen. De tweede schriftlezing is uit de brief die Paulus aan de Hebreeën schrijft. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet, en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd: hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven: ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij: offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij: hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd.
door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Gemeente, meer dan ooit is vandaag het woord overweging van toepassing op wat ik hier de komende 20 minuten of zo wil gaan zeggen. Een overweging is iets anders nog dan een preek, uitleg of verkondiging. Die woorden zijn wat mij betreft te stellig en te alwetend voor wat ik de afgelopen tijd heb geprobeerd te overdenken en voor hoe ver ik daarmee ben gekomen. Het is ook geen simpel thema, offeren. Ik heb het gekozen vanuit een oud verlangen om het verder te verkennen. Maar als je erover begint te lezen, erover na begint te denken en er met anderen over praat, wordt pas goed duidelijk hoe veelomvattend het is, hoe het alle kanten uitgaat en alle betekenissen kan hebben.
Het is een wezenlijk aspect van alle relaties die wij onderhouden. Met onze geliefden, met de kleine en grote samenleving, met de natuur, met God. Even nog dacht ik dat offer echt een oud woord, een versleten begrip was. Dat het zijn tijd wel gehad had. Maar niets is minder waar. Het zit diep in onze geest verankerd. En wie eraan trekt, trekt aan een heel weefsel van betekenissen en gevoelslagen. En vragen waarop geen verlossend antwoord bestaat. Misschien komen we dus niet verder dan die vragen. Maar dat is ook al mooi. En wat mij betreft juist zo waardevol van onze plek hier in Huizingen, dat we het soms ook mogen laten bij vragen. Waarom wil ik het begrip offer onderzoeken? Omdat het zoveel spanning en tegenstrijdige gevoelens oproept en omdat je er toch niet omheen kunt als je de Bijbel leest. Er staat heel veel geschreven over het offer. Bijvoorbeeld hoe het precies moet, wat en wanneer en hoeveel en door wie. En er zijn veel verhalen en tekstgedeeltes waarin het offer voorkomt als een poging om God gunstig te stemmen bijvoorbeeld, of om hem te bedanken, of om boete te doen, of gewoon omdat het zo hoort bij een bepaald feest. Er zijn ook verhalen en teksten waarin het offer zelf hoofdonderwerp is. En daarvan heb ik de twee gekozen die bij mij en wie weet ook bij u alles op scherp zetten. Het offer dat Abraham brengt en het offer dat Jezus brengt. Ze komen dus samen in deze dienst. Maar hebben ze ook echt met elkaar te maken? Ja, dat weet ik niet, maar blijkbaar hebben latere gelovigen soms gedacht van wel. Als u de voorkant van uw orde van dienst bekijkt, moet misschien even met de bril, want het is een klein plaatje. Dan ziet u een schilderij van het offer van Abraham. En misschien valt u hetzelfde op als wat mij opviel, namelijk dat de schilder Isaac zo heeft afgebeeld dat hij meteen aan Jezus doet denken. Die bijna lichtgevend bleke gestalte, met alleen maar een lendendoek om en met een soort krans op zijn hoofd die lijkt op de doornenkroon van Christus. In de middeleeuwen, dat weet u vast ook wel, was het idee dat ieder verhaal in het Oude Testament een voorafschaduwing is van een verhaal in het Nieuwe Testament, heel populair. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel voorbeelden, maar denk u maar eens aan bijvoorbeeld de 3 dagen die Jona doorbracht in een ingewand van de vis. Die zijn dan een voorafschaduwing van de 3 dagen die Christus doorbrengt in het dodenrijk. Dat is een vergelijking die volgens Matthäus Jezus zelf ook maakt. Ieder beeld, ieder symbool, ieder verhaal heeft zijn tegenbeeld. Het zou dus best kunnen dat de schilder wil laten zien, kijk, zoals het leven van Isaac werd geofferd, zo werd ook Christus geofferd. Ja, was dat wel zo? Isaac werd geofferd, maar werd Jezus ook geofferd? Of gaf hij zichzelf ten offer? En als dat laatste zo is, wat betekent dan dat verschil? Nou, een van de vele vragen waar ik tegenaan liep. Maar misschien is het goed om eerst eens te kijken wat een offer nu eigenlijk is. Ik zei al, er zijn in de Bijbel verschillende soorten offers. Dankoffers, zoenoffers, reinigingsoffers enzovoort. Voor iedere gelegenheid een eigen offer. Groot of klein. Maar als je kijkt naar de letterlijke handeling van het offeren, dan betekent het steeds iets dat voor jou van waarde is, doodmaken, kapotmaken of verbranden en op die manier opdragen, aanbieden aan God. Dat is een offer.
brengen. Tenminste, tot zover de Bijbel. Zo doen wij dat niet meer, wij christenen. En we staan ook wat vreemd te kijken als anderen dat wel doen, als ze bijvoorbeeld moslims een schaap zien offeren. Maar het woord offer, het begrip offer, dat bestaat nog steeds. Het betekent nog steeds iets, ook voor ons. Namelijk dat je iets wat voor jou kostbaar is, doet of juist nalaat, geeft of opgeeft ten gunste van iets of iemand anders. Met een offer bied je iets aan, maar het is nog iets anders dan gewoon iets geven aan of doen voor een ander. Het moet je iets kosten. Het moet een beetje of veel pijn doen. Een echt verlies zijn. En zo moet het uitdrukken hoeveel je over hebt voor de zaak of de persoon voor wie je dat offer brengt. Denk bijvoorbeeld aan dat verhaal van Jezus over de offerkist in de tempel. Rijke mensen deden daar flinke bedragen in, toch was dat gewoon geven. Maar de arme weduwe, die er maar één muntje in gooide, alles waarvan zij moest leven, ja, die bracht werkelijk een offer. Wat voor soort offers brengen wij dan zoal? Als persoon, als samenleving? Ik noem maar wat dingen die mij te binnen schieten. U hebt ongetwijfeld uw eigen voorbeelden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het verhaal dat mij verteld werd door een bejaarde mevrouw die levenslang alleen was gebleven om voor haar ouders te kunnen blijven zorgen. Daar had ze haar mogelijke huwelijksgeluk en moederschap voor opgeofferd. Overigens vond iedereen dat in die tijd doodnormaal. Maar ook als ouders breng je je offertjes. Bijvoorbeeld als je doodmoe toch nacht aan nacht waakt bij je zieke kind om het te troosten en gerust te stellen. Daarmee offer je je nachtrust op. Een heel groot offer dat ook nu nog gebracht wordt, vind ik het doneren van je eigen nier aan een ander mens. En als samenleving zou je kunnen zeggen, offeren we zoveel verkeersdoden en gewonden per jaar aan onze behoefte om veel en hard te kunnen rijden. Zomaar een paar voorbeelden van hedendaagse offers, zeer divers. Ze roepen ook zeer uiteenlopende emoties op. Afkeer, woede, ontroering, cynisme, bewondering, herkenning, vervreemding. Offeren. Zo mooi, zo verschrikkelijk. Wat de meeste afkeer oproept, denk ik, en nu komen we terug bij Abraham en Isaac, is als het geofferde zelf ook moet lijden, letterlijk slachtoffer is. Abraham is bereid te verliezen wat hem het liefste is, namelijk zijn zoon. Maar dat doet hij willens en wetens. Isaac verliest ongevraagd zijn leven. Althans, dat was het idee. En als we allemaal opgelucht ademhalen omdat het op het laatste moment niet doorgaat, is er altijd nog die ram. Aan dat dier wordt niets gevraagd. Zijn leven wordt zonder pardon genomen. Net zoals bij Isaac dreigde te gebeuren. Als je dan met alle geweld een offer wilt brengen, breng het dan ook zelf, denk ik dan. En niet ten koste van ander leven. Lekker makkelijk om iets te geven wat jou helemaal niet toebehoort. Maar wat kan het ook ontroeren en stilmaken, een offer? We zullen het binnenkort in de stille week weer horen. Stap voor stap meelopend met zijn laatste dagen zien we hoe Jezus besluit niet te vluchten, zijn lot niet te ontwijken, maar hoe hij bereid is om alles te geven, echt alles,
zelfs zijn eigen lichaam, zijn bloed, zijn leven. Ik kan u dit niet uitleggen. Ik zal dit nooit doorgronden, nooit begrijpen wat hij nu precies wilde en deed. Van wie dat moest. Voor wie. Of het ook anders had gekund. Maar ondanks alle vragen maakt het elke keer weer indruk. Hier wordt iets heel groots geschonken. Iets waar tegenover ik stilval. Hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, zoals we net lazen in de Hebreeënbrief. En ook de woorden die we vorige week hoorden bij het delen van brood en wijn komen boven. Zo kortaf bijna, zo veelomvattend tegelijk. Neem, eet. Dit is mijn lichaam. Het is een mysterie, dit offer, waartegen alle vragen verbleken. Maar tegelijk, wat voel ik mee met de mensen die tegen mij zeiden, als dat gezegd wordt bij het avondmaal van dat gebroken lichaam en dat verzoenend bloed, dan kom ik niet. Ik hoef dat niet. Jezus hoeft niet te sterven voor mij, liever niet. Ik wil niet blij hoeven te zijn met de dood van een ander. Zo'n offer maakt mij alleen maar ongemakkelijk en vol schuldgevoel. Ja, ook dat kan het offer oproepen. En hiermee komen we aan iets wezenlijks dat bij het offer hoort. Vorige week zei Manny al, wij mensen hebben moeite met zomaar iets aan te nemen. Als de balans tussen geven en ontvangen verstoord is, maakt ons dat onrustig. Zo is het. En daarom maakt een offer ons heel onrustig. Iemand geeft ons iets heel groots, iets dat hem of haar heel veel heeft gekost. Daarmee is de balans tussen ons beiden verstoord. Hoe krijgen wij dat ooit weer goed? Denk aan degene over wie we het eerder hadden. Iemand die een nier heeft ontvangen van een levende donor. Hoe kun je zo'n offer ooit vergoeden? Laat staan als iemand zelfs zijn of haar leven voor je heeft gegeven. Ben je daar blij mee? Ja, vast. Maar het zadelt je ook op met een schuld die nooit meer te vereffenen is. Vandaar misschien dat het begrip opoffering in zo'n kwaad daglicht is komen te staan bij ons. Het is op zich helemaal niet fijn als een ander zich voor je opoffert. Het is belastend. En andersom, je opofferen zonder dankbaarheid of iets anders terug te verwachten en daarvan niet bitter of rancuneus te worden als het niet komt, ja, dat is bijna onmenselijk hoog gegrepen. Conclusie, waar geofferd wordt, gaan dingen scheef hangen. Doe maar niet, laat maar. Dop gewoon ieder je eigen boontjes, het is een stuk minder ingewikkeld. Ja, maar het leven is ingewikkeld. Wij zijn verwikkeld in elkaar. Ieder voor zich, dat is niet realistisch, dat is niet de oplossing. Als een offer iets is, dan is het juist een poging tot contact, tot verbinding. Ik geef jou, jij krijgt van mij, jij geeft mij, ik krijg van jou. Een offer is een drager van intentie, van betekenis, van een vraag, van een liefdesverklaring, een pleidooi, dankbaarheid. Of veel stiller, de uitdrukking van het besef dat de zaak waarvoor ik een offer breng, dat offer waard is.
Denk aan mensen in het verzet die zich opofferden voor de vrijheid. Mandela, Bonhoeffer in hun gevangenis, overtuigd dat hun lot doorstaan moest worden omwille van de zaak waarin ze bleven geloven. En een offer is niet altijd even rationeel. Het is niet altijd een realistisch middel tot een doel. In ons zit nog altijd het magisch denkende wezen. Ik zal nooit die vrouw vergeten wie haar dochter opnieuw zwanger was geworden nadat ze haar eerste kindje had verloren. Deze oma vertelde dat ze tot haar ontsteltenis merkte dat ze in gedachten met God of het noodlot aan het onderhandelen was. God, geef mij nu maar een erge ziekte als mijn kind maar een gezonde baby mag krijgen. Ik noem het nu magisch denken omdat zij het zo noemde, maar ik bedoel dat zeker niet geringschattend. Ik zie het meer als de onmacht van een intense liefde die een uitweg zoekt. Ik heb alles voor je over, zeg het maar, wat wil je, ik geef het je. En misschien is dat uiteindelijk hoe ik, in elk geval nu, de dood van Jezus zie. De offergave van zijn leven. Als uiting van een intense liefde en de behoefte om in die liefde tot het uiterste te gaan. Omdat niets anders meer helpt. Niets anders groot genoeg is, direct genoeg is. Ik deel uit. Ik wil uitdelen. Niet wat ik heb, wat ik kan alleen, maar ook wat ik ben. Ik geef mijzelf aan jullie. Niet in woorden alleen, maar ook letterlijk, concreet. Kijk maar, mijn lichaam, mijn bloed, alles. Niets, niets wil ik achterhouden. Was dat nodig om een evenwicht te herstellen, een schuld te vereffenen? Was Jezus opofferende liefde een soort betaalmiddel aan God? Ik kan dat eigenlijk niet geloven. In zo'n God kan ik niet geloven en ook niet in die berekenende manier om over het offer van iemands leven te denken. Onder de rationaliteit van een offer, dat het nodig is voor de goede zaak, zit een soort overwaarde voor mijn gevoel. Een mate van belangeloosheid. Het risico nemen dat het voor niets is. Zoals wanneer die nier niet aan zou slaan. Wanneer de goede zaak niet overwint. Een offer in de goede zin is uiteindelijk geen betaalmiddel. Maar een vrijwillige uiting van toewijding en liefde. Denk ik, hoop ik. Een offer is in die zin dus nooit vergeefs. Kan niet vergeefs zijn. En daarmee wordt meteen duidelijk dat je een offer nooit kunt eisen. Je kunt het alleen in vrijheid geven en in dankbaarheid ontvangen. Daarom lijkt me dat het beeld van God die offers eist niet klopt. Misschien hebben wij dat in de loop van de geschiedenis zelf moeten ontdekken. Misschien heeft God dat zelf ook gaandeweg ontdekt. Gaat hij die zelf eerst Abrahams zoon opeiste, daarom later zo tekeer tegen de heidenen die hun kinderen offeren? Dat mag absoluut dan niet meer. Zegt hij daarom met de woorden uit Hosea, waarmee we deze dienst begonnen, liefde bedoel ik, geen offers. Vertrouwd zijn met mij, dat betekent meer dan welk offer ook.
We omcirkelden vandaag het woord offer. Een oud woord met zijn eigen geheim. En dat geheim blijft bestaan, maar soms valt er ook even wat licht op. Ik dank u voor het meedenken. Amen. Laten we bidden. Dank u voor de ruimte die ons omgeeft, letterlijk en figuurlijk. Dat we ons dankzij die ruimte samen kunnen buigen over de geheimen die u ons toevertrouwt. Wij bidden u dat we behoedzaam en dankbaar omgaan met de offers, klein of groot, die anderen soms ongezien voor ons brengen. Wij bidden dat onze eigen offers waarachtige offers mogen zijn, in vrijheid en met liefde gebracht. En dat wij elkaar niet overvragen, bidden wij u. Zoals wij ook geloven dat u ons niet overvraagt, maar blij bent met ieder oprecht teken dat wij met u vertrouwd zijn.
In de stilte openen we ons voor die vertrouwdheid met u. Wij bidden samen. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Tijd voor onze gaven.
Laten we dan straks van hier gaan om te doen wat onze hand vindt te doen. En onszelf gezegende mensen weten. De levende zegenen behoeden u. De levende doet zijn aangezicht over u licht.